Hello, ik ben Pra. Welcome to the by Aloy Mark Thai's Koken Makaluk, quarter afleveringen. Lesser afleveringen side the quarter variant van de red kamarte recepten. Vandaag doen we Suren kanalen soup op in het Thai's tom yam kung. Wat hebben we deze keer nodig? Kanalen, tomaat, sumbion, citroenkaas, laos, fresh pepper, Thai chili crowden pasta, een citroen, rode ui, zout, suiker, vissaus en water. Als eerste maken we de kanalen schoon. Snij het hoofd eraf. En peel de schaal. Laat de staart zitten. Snij ze over de lengte van de rug en haal de inkoenden eruit. Doe dit ook met de andere. Aan de staart kun je straks zien of ze klaar zijn. Nu de laos. Deze snijden we in pakjes. Je kan het helemaal opeten. Maar dit is vooral voor de smaak. Net als de citroenkaas. Deze snijden we grof. En het groene deel gebruiken we niet. Nu de tomaat. Deze snijden we simpel in velen. De rode ui gaat ook zo makkelijk. Eerst schoonmaken. En dan door middel snijden. De champignon. Deze snijden we ook weer in velen. Vervolgens de citroen. Deze snijden we door de helft en persen we uit. Als laatste de verse peper. Deze hoeven we alleen maar te ketten. En deze zorgt ervoor dat de smaak pittiger wordt. Hou je hier niet van, dan kun je deze er ook uit laten. Nu is de voorbereiding al klaar. En kan we koken. Breng het water aan de kook. Stop vervolgens de laos. Citroenkaas en citroenblaadje erin. Roer deze door. Dan kan je de Thai chili crowden pasta erbij. Roer dit weer goed door. Nu de peper. Wacht tot het weer kook. Hou je van pittige soep? Voeg dan extra peper toe na het proeven. Als het kook, stop dan de kanalen en champignon erin. Roer ze even goed door. En dan rode ui. En tomaat. En wacht weer tot het kook. Als de staart verkleurt. Dit is het klaar.
Als laatste kan de suiker viszout, zout en citroensap erin. Roeren we nog een keer door. En dan kunnen we proeven. Is het te zout, te zuur of pittig? Voeg dan nog wat water toe. Is het te zoet? Voeg dan wat water en viszout toe. Ben je tevreden? Dan kan je opdienen. Wil je alles nog in rustig nalezen? Of ging het te snel? Kijk dan op onze website of zoek naar onze lange afleveringen. En vergeet niet om te abonneren voor onze volgende kookles. Is makkelijk.